Het u zei namelijk, dit was voor mij de druppel om de partij die u heeft gediend... als raadslid, als kamerlid, ja. als voorzitter van een afdeling, toch te verlaten. Waarom was dit de druppel? Dit was de druppel. Ik, heb al, uh, ik erger me er al langer aan... omdat ik zie dat uh, de VVD vervreemd is van haar uh, van achterban. En dat is op verschillende dossiers. Of nog gaat, uh, als ik kijk, De basis van de VVD is MKB, land- en tuinbouw, mensen met een eigen huis een auto en een modaal inkomen en die wat gespaard hebben. En op al die dossiers lopen ze allemaal maar langs... Beloofde de VVD van alles voor de verkiezing... en daarna verlogen ze elke keer die achterban. En dat doet mij pijn, want ik ben 34 jaar lid geweest van deze partij. 34 jaar. Ik heb er heel veel aan te danken, ook aan die partij. Ik heb er ook heel veel aan gegeven. En het doet het heel veel pijn dat die partij... mijn achterban, onze achterban zo in de steek laat. En dat kan ik niet accepteren. Dus ik ben gedwongen om afscheid te nemen. Maar vind je zou... ook